Suriname is weinig geïnformeerd over de werking van radiosondes, bestemd voor het meten van het weer. Deze conclusie werd getrokken door onder andere het ministerie van Openbare Werken. De metingen worden al 24 jaar lang gedaan en zijn een van de belangrijkste taken binnen de meteorologische dienst. De informatie die de weerballon opvangt, wordt dan internationaal verschaft en verwerkt. Het ministerie van Openbare Werken heeft in dat kader gemeend vandaag op het MDS-terrein een radiosondeoplating te doen. Dit in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KMNI vanuit Nederland, en de Surinaamse Meteorologische Dienst. Een radiosonde is een op batterijen werkend weerinstrument dat gewoonlijk door een weerballon de atmosfeer in wordt gedragen, die verschillende atmosferische omstandigheden meet en deze via de radio naar een grondontvanger verzendt. Moderne radiosondes meten of berekenen de volgende variabelen: de hoogte, de druk, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, wind, zowel windsnelheid als windrichting, kosmische stralingsmetingen op grote hoogte en de geografische positie, plaatsbepaling met breedtegraad en lengtegraad. Radiosondes die de hoeveelheid ozon meten staan bekend als ozonsondes. Radiosondes zijn een belangrijke bron van meteorologische gegevens en er worden dagelijks honderden over de hele wereld opgelaten. Samen leveren ze de informatie die de weerstations elkaar toezenden en van waaruit de weerkaarten kunnen worden samengesteld. Eto Zerp, operator, vertelt over het proces van de oplating van een radiosonde. Het is de bedoeling dat dan gemeten wordt de hoeveelheid ozon, de temperatuur, de vochtigheid en de luchtdruk. Ook nog de windsnelheid en de windrichting. En dat komt dan via een antenne die we op het dak hebben zitten. Een UHF-antenne, komt dat, die informatie, die data, komt dan binnen op die processor, die dataprocessor. En komt dan via een computer een aantal grafieken die later in data, of althans de data wordt dan verzameld en deels gebruikt in Suriname, maar het grootste deel wordt naar het KNMI verzonden. Dat is in feite het hele proces dat gaande is. Dus in feite wordt zo'n zonde al een week voor dat hij wordt opgelaten, wordt hij voorbereid. En dan op de dag van oplating wordt alle data verzameld en deels hier opgeslagen en de rest verzonden naar het buiten, naar Nederland. Ankie Pieters, vertegenwoordiger van het KMNI, is van mening dat de metingen niet alleen van belang zijn voor Nederland, maar zeker ook een degelijke bijdrage leveren aan de rest van de wereld. Het is een hele belangrijke meting die internationaal wordt gebruikt door, door alle landen. Het komt in alle databases. Het klimaatstation Paramaribo laat al bijna 25 jaar deze ballonnen op met ozonsondes eraan. We meten ozon, temperatuur en vocht tot 30 kilometer hoogte. En het is een samenwerking dus tussen de Nederlandse en de Surinaamse meteorologische diensten. Het is een hele fijne samenwerking waar we heel blij mee zijn. Het zijn belangrijke metingen die hier worden gedaan. Ze zijn belangrijk voor de klimaatverandering, om die beter te begrijpen en ook te volgen of het allemaal de goede kant op gaat. Col Becker, oud-meteoroloog, gaat in op de werking van de weerballon bij de verschillende weersystemen. Die zonde die wordt aangehecht is eigenlijk een compleet laboratorium. Ja? Waar dus gemeten wordt de hoeveelheid ozon die door dat laboratorium vliest terwijl die ballon omhoog gaat. Ja? En elke zoveel seconden, ik dacht dat het 30 seconden zijn, wordt dan aangegeven hoeveel ozon er doorheen gegaan is, zodat we dan een verticaal profiel kunnen krijgen van de ozon. Ja, en tegelijkertijd wordt ook de windsnelheid en de temperatuur en de vochtigheid gemeten.